Wie hebben we hier? Wie bent u? Ik ben Robert Heugne. Ja. En ik zou graag wat willen zeggen met betrekking tot de vrijheidsparade van 26 september aanstaande. Ja. Ik vind het een zeer goed initiatief. We worden behoorlijk in Europa beknot in onze vrijheden zonder dat we dat in de gaten hebben. Een voorbeeld wil ik graag aanhalen en dat is de invoering van het Europese arrestatiebevel. Ja. Dat is in 2004 is dat ingevoerd. Ja. En dat levert behoorlijk wat nadelen en gevaren op met betrekking zaken doen in het buitenland, het reizen, vakanties, zonder dat de mensen daar nog enige notie van hebben. Want je hoort en ziet er maar nauwelijks iets van in de media en toch is er al heel wat ellende gepasseerd. Ik heb begrepen dat je zelf slachtoffer bent van die fout in de structuur. Inderdaad, men heeft 10 jaar geleden mijn identiteit misbruikt. En als gevolg daarvan ben ik dus naar Polen toe gemoeten. Oké, in ieder geval de vrijheidsparade op 26 september is voor mensen om de overheid en alle overheidsinstellingen duidelijk te maken dat dingen niet goed gaan in Nederland. Beslist niet goed. En dat we dus oplossingen willen en hebben. Ja. Ik zou zeggen van, doe je best, kom mee. En laat weten dat je meedoet. Oké. Bedankt. Bedankt.